Vorige week hebben we deze balen geperst en afgelopen weekend heeft het inmiddels 20 mm geregend. Dus ja, ik ben nu even aan het kijken als ik op het land kan gaan rijden. Gisteravond was hier nog een klein beetje nat. Dus zag je het water gewoon staan. En nu is hier het ook nog wel een beetje sompig. Maar dat is vooral dit plekje. Dus als ik deze balen wil pakken, dan kan ik ook wel via hier achterlangs, zeg maar, bij de op de kophakers gaan. En ik denk dat het bij de rest wel oké is. Dus ik wil in ieder geval wel beginnen met de balen halen. Dan kan ik misschien aan het eind van de week de drijfpest erop. In totaal zijn er 48 balen gemaakt. En het gemiddeld gewicht van één bal is ongeveer 700 kilo. En bij de vorige keer was het ongeveer 1100 kilo, dus er zit in ieder geval een stuk minder water in. Ben je nog niet geabonneerd, klik dan even op het abonneerknopje. Dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe video's. En we hebben bijna de 5000 en het zou leuk zijn als we dat halen. Ik weet nog niet wat ik wil organiseren of weggeven, maar dat komt vast goed. Even abonneren, het is gratis. En iedereen nog een fijn paasweekend toegewenst. Nu kunnen we de balen tenminste ook met deze trekker ophalen. Als de volledige gewicht eraan zit tenminste. Dan doe ik zo meteen daar even de balenklem aan de trekker. En dan heb ik hier de wagen staan. Om ze allemaal op te halen. En normaal gesproken kunnen er 4 op een rij en dan 2 rijen. Dus dan haal je 8 balen per keer. Want we doen meestal niet bovenop stapelen. De klem zelf wat omhoog, zodat ik de wagen eronder kan vastmaken. Zit eraan met de lage trekhaar. Dan kan ik hem zo meenemen. Dan heb je maar 1 trekker nodig. Dan wil ik even kijken dat in ieder geval die balenklem niet tegen de wagen daar aan gaat. En hieronder ook dat hij wel hoog genoeg zit. Ik moet zo die kant op, alleen deze bocht is altijd te klein omdat het hard hier staat. Dus dan ga ik eerst die kant op en dan achteruit.
wel lastiger dan ik me had herinnerd. Nou, ik ben aangekomen. Maak ik de wagen los. Het was wel een beetje nat nog, dus ik ga niet meer vanuit het land naar het land toe. Ik ga gewoon over de weg langs en ook naar huis toe. Maar het is nog wel te doen, gelukkig. Even de wagen losmaken en dan kan ik de balen erop stapelen. Meestal zetten we die band eronder, zodat we... zodat hij omhoog blijft, zodat hij makkelijk kan vastmaken. Maar nu zit de lage trekhaak eigenlijk op de kop, dan heb ik die band eigenlijk misschien niet meer nodig. Maar ik heb hem wel meegenomen voor de zekerheid. Ik doe eerst maar even 3 balen, maar eentje is al vrij zwaar eigenlijk. Dan kan je hier wel eens een beetje zien. Ik heb nu alles aan één kant gezet, maar dat moet eigenlijk ook aan het verdelen, want anders bij een bocht kan die omvallen, dus dan ga ik nu even beter doen. Nu heb ik er 2 in het midden neergezet. Dan gaan mijn vader naar huis rijden. Dan neem ik nog 1 bal mee in de klem. En dan ga ik ook naar huis en dan haal ik de balen eraf.
waren er weer vier. Mijn pa gaat daar net weg. En hierachter hebben we nu alleen nog maar twee balen staan. En dan is het dichter bij huis. Staat langs de weg, dan hoeft hij niet het land op. En de auto's kunnen er langs, dus het werkt mooi zo. Vanmiddag gaat het waarschijnlijk regenen, dus ik wil wel voor de regen de balen weg hebben. En dat moet wel te doen zijn, het zijn ongeveer nog 12 denk ik. Dus ga ik weer het trekker pakken en haal ik een paal op. Hier dichterbij staan doe ik even alleen met de trekker en daar heb ik geen wagen bij nodig. Op een paar balen hebben we wat opgeschreven, dan weten we waar die vandaan komt. Want op één perceel waren heel veel molshopen, dus er zit sowieso te veel zand in. En één perceel, daar was heel veel dood gras. Die willen we ook niet echt gebruiken. Ik heb hier dicht bij huis nog drie staan. Die kan ik wel alleen met de trekker doen. En dan heb ik er nog een stuk of acht iets verderop. En dan is het makkelijker met de wagen. Het is nog steeds wel een beetje nat op het land. Alleen, als we het vandaag niet doen, de aankomende dagen gaat het alleen maar regenen. Dus dan staat het sowieso meer dan een week op dezelfde plek. En dan moet je het ook een paar dagen laten staan voordat het weer echt droog is, voordat je er weer op kan. Dus ja, het is wel fijn om de balen dan weg te hebben. En dan is dat plekje waar die op staat ook niet zo erg. Maar omdat het de hele tijd gaat regenen, komt er waarschijnlijk ook geen mest op, want het is dan waarschijnlijk weer te nat. En de laatste vier.